Mahlu Lüdün! Mahlu Lüdün! Wat moet zo ver komen? En je vindt uw gsm niet direct. Duw hem af. Een vriendelijke stem aan de andere kant van de lijn. Hallo, ja? Hallo, ben ik bij... wist ik mee, moest ik nu weer zijn? Ben ik bij Peters? Nee. Ben ik niet bij Peters? Nee. Verontschuldig zich voor het verkeerd verbonden zijn. Oei, dan ben ik verkeerd verbonden. En mijn accent verandert ook in iets helemaal anders nu. Want zo praat ik nu, als ik verkeerd verbonden ben, praat ik zo. Allee, dat is boeiend. Ik ben dus niet bij Peters. Nee. Wel, mijn man is gestorven toen ik niet. Als ik niet bij Peters ben, wie ben ik dan? Bij Jacobs. Bij Jacobs. En ik denk bij mezelf. Jacobs wie? Ja, zeg je nu maar eens wie Jacobs. Nogthans, ik herken je stem hoor. Ah. Van in de tijd op, hoe heet die kinderen? De kinderzetten. Met dat, Nee, dat kan niet, want u bent bij Sint. Bij wie? Sint Jacobs. Oh, ik heb Geert Volster aan mijn lijn hoor. Ja. Nee, ik heb, ik zou graag nog één iemand ontmoeten in mijn leven. Ja, wie dan? Ja, die Rosse van Spree. Ah. Oh, we zonden rotten, hè. Ja. Ja, mag ik verder doen? Nee, nee, ik wil nog iets zeggen. Oké, okay, wat dan? Ik weet het niet. Oké. Wacht, niet even. Sorry, mijn kinderen roepen vanuit de tuin, Evert. Geen probleem. Ik hoor ze roepen, Evert, ben je Evert? En weet je wat ik nu denk? Nee! Waarom? Ja, dat weet ik niet! Jullie! Ik heb er ook naar. Gisteren ging ik naar de cinema. Je weet wel, met zo'n doek en zo'n camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij ontzettend diep geraakt. Ja, dat is aan jou. Thank you a lot, brother. Dat was Engels. Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst. Oh, oh, man, oh, oh, oh. We winnen tot uit de adem. Oh. Dat was toch alleen zijn kerkdienst. Ja, er moet een pies in. Niets was hier aan mijn vlaas, geen kruid, niet meer wezen. Zes op zo'n zangerke met een belachelijk koetje. En zo'n drummer die jarig is. En zo'n gitarist die lijkt op Cosita Wurst. Dat is waar, dat is waar. Komt luisteren naar een mummelende pastoor. Hey, dat is een bindersom, dat is altijd uitgelaten apen. En die Jelle van Spring van vroeger, die staat nu van voor. Hebt u een beetje zin om te dansen? Ja, pastoor. Dat klonk vrij goed met al die stem. Ja. Ik ga het nog eens vragen en u gaat antwoorden alsof het de eerste keer is. En wat moeten wij dan antwoorden? Jij moet dat zeker weten, want we doen het elke keer. Ik doe het, maar het is maar dat de mensen het zouden weten, pastoor. U antwoordt gewoon met ja, pastoor, gij kleine knaap. Ja, ik ben jouw kleine knaap. Heb je een beetje zin om te dansen? Ja, pastoor. Ah wel, dan gaan we dat doen. Spreek me liever van Jonas van Geeldruiden een keer om zijn welgevormde achterkant. Geef ons een drummer. Lang zal hij leven. Lang zal hij leven. Lang zal hij leven in de glorie. In de glorie. In de glorie.
jij lezen. Want dat is precies ook iets wat Vlaams geschreven. De eerste is 1 Julia Tango Alpha. Maar dat is een lange nummerplaat. Julia Tango 1 JTA. De tweede is... Van wie is die auto, die 1 JTA? Van u? Hij is wel gaat de verzet, maar dat okay. Politie gaat hem echt doen. De tweede is 1 Bravo Charlie India. Het is van de tijd van Witkracht 10 dat hij hem allemaal kent. Is het van u? Allee, Rob. Is dus dames en heren, wie biedt voor de eerste auto 100 euro? Ik heb 100 euro van achter. 200 euro. 200 euro voor de eerste auto. Ik heb 300 euro hier vooraan. Ik wil 400 euro. Wie geeft 400 euro? 400 euro, ik heb 500 euro. 600 euro. 600 euro voor die eerste auto. Vrij goed. Dames en heren, ga ze verzetten, want ze gaan kwaad worden. Jan is nu credible. Ja, hij maakt nu zijn eigen liedjes. Ja, ja, hey. Hey, kennen jullie de bekende hit? Voilà. En zijn andere bekende hit? Voilà. Hey, ken je het, hè? Hey? Zeg maar, dames en heren, zijn er hier kinderen van Spring? Ah nee, niemand kent het nog. Het is spijtig. Laten ze nu gewoon verder doen met de show. Natuurlijk niet! Allee, zeg, meisjes, weten jullie wat het toeval is? Heel die band is van Spring. Hebben jullie zin in Spring? Spring, Spring, Spring. Dat vindt u helemaal niet leuk. Spring, ja, luider! Zomerlang hebben wij, Jonas en ik, dit concert aangestipt in onze agenda. Ten eerste omdat we weten dat Torhout het beste publiek ter wereld heeft. Ten tweede omdat we weten dat Torhout ook een geheim kan bewaren. Torhout, Jonas en ik, wij zijn sinds kort verloofd. Hallo boy. Hallo boy. En eigenlijk klappen wij als we echt gewoon op ons gemak zijn zo. En inderdaad, wij gaan binnenkort trouwen. En jullie zijn allemaal uitgenodigd. Ja. Dames en heren, maar op de uitnodiging zal niet Jonas en Jelle staan. Nee. Maar er zal op staan Bart en Luc. En ja? Of Luc en Bart. Ja. Wie wil de gazen? Doe mij maar Bart. Nee, ik wil Bart. Oké. Okay. Het maakt me allemaal niet uit, poepie. Oké. Okay. Merci, scherke. En, dames en heren, ja. Luc en Bart nodigen jullie allemaal uit voor een droogje en een natje. Bart. Luc. Vooraleer dat we dat uitleggen. Nee, ik ben Bart. Luc. Ja, ja. Ik ben Luc. Poepie, maakt dat niet uit. Ik ben al jaren dag Luc. Oh, Luc, en die gaat dan ook zo warm. Veel te warm. Oh, maar ik wacht, wacht. Ik was te vroeg. Ja. Ik ben een knanoot, hè, Bart. Ik ben zo bang dat ze gewoon gillen als we dat uittrekken. Ja, we gaan dat zien. We zullen dat zien. Je verwacht een kathedraal en je krijgt een kapelletje. Maar ik heb al spijt dat ik het in plaats van. Ik ben een tijger. Oh, oh, dames en heren, Luc en Bart hebben ook een klein live liedje. Ja. En we gaan hem nu ten berde brengen. Oh ja. Take it away, boys. Kom wat dichter. En laat ze niks vertellen. We weten wie we zijn. Ja. En we weten wat we willen. En wat ze van ons zeggen. En wat ze van ons denken.
Graag het nu. Ja. Dit is ons verhaal. Adem met zin in de lucht. Was geweldig.